Hallo en welkom bij een nieuwe video. Vandaag film ik een style shopper. We beginnen met ici Paris XL. Ik heb een paar dingen gekocht in ici Paris XL. Ik koop daar graag in de Soda, omdat dat een redelijk dure winkel is die dan betaalbaar wordt. Oh wel, hetgeen dat ik gekocht heb is niet echt van de duurste merken daar. Ik kocht het Only You palet. Ik denk niet dat deze een solde was. Dit begint al goed. Het All-in-One Medium palet. En dit ziet er zo uit. Ah. Het is een palet met allemaal prachtige oogschaduws. Maar dat is niet het enige in het palet. Je hebt ook blushes en lipsticks. Joepie. Dat palet was €14,95. Ook kocht ik het Be Essentials palet. Super mooie verpakking. Zo ziet het palet eruit. Zoals je kunt zien, heeft het gewoon allemaal prachtige kleuren voor een dagelijkse make-up look. Dit palet was origineel €25,95, maar ik had een voordeel van €12,97. En ik kreeg nog een sample van het Eau de Parfum van Victor & Rolf, genaamd Flower Balm. Vervolgens ging ik naar de Body Shop, waar ik de Body Shop Pink Grapefruit Fresh Body Sorbet kocht. Het is mijn eerste body sorbet ooit, maar ik ben echt dol op de geur Pink Grapefruit. Ik vind dat die echt heel fijn is in de zomer. Ook kocht ik nog het Vineyard Peach Body Mist. Het is een body mist met de geur van perzik. Ik heb al enkele body mists van Body Fantasy, maar ik wil wel eens deze van de Body Shop gaan proberen. Super goede perskeur. Yummy! Deze ga ik zeker vaak gebruiken. Ook ging ik naar de Ino. In de Ino was ik een klein beetje teleurgesteld over wat ze in Solder hadden. Maar eigenlijk was dat bij verschillende winkels zo. Ook was dat zo bij ici Paris XL. Maar ik heb toch iets gekocht bij de Galerie Ino. Ik heb namelijk deze lipstick gekocht van de Hydra Smooth Lip Color van Benefit in de tint Wing Woman. Zo ziet de verpakking eruit. Hij is echt super mooi verpakt. En ik kreeg nooit die lipstick eruit. Ik heb het ook al geprobeerd in de winkel. Misschien weet ik gewoon niet hoe dit werkt. Ah, wacht. Het lukt. Oeh, wauw. Dit is prachtig. Echt een heel unieke lipstick. Dat is precies zo'n haven van een middeleeuwse toren. Wauw. Binnenin heb je ook nog een briefje. Super glamorous. Mooie uitleg gehad bij een lipstick. Grappig. Lijkt een beetje op een boodschap in een fles en met een lipstick erbij. Oké, ik krijg deze er echt niet meer in. Misschien ga ik eerst de lipstick eruit kijken en dan het papiertje. Ja, dat lukt. Super fancy trouwens, echt.
Deze kwam van 19,10 en was nu te koop voor 9,55 €. Super handig. Super sale. Dus er was 50% korting op. Als volgende ging ik naar NYX. En in de NYX heb ik toch iets gekocht. Niet niks. Daar kocht ik de Full Throw Shadow Stick. Deze in een blauwgroene kleur. Wat is de naam van de kleur? Cold Fear. Ook kocht ik een NYX Cosmetic Metals Lip Cream. Ik heb al een blauwe-achtige, maar deze kocht ik in de tint Galactic en het is een grijze kleur. Ten slotte kocht ik een Turned Up lipstick in de tint 09 en het is een paarsbruine kleur, denk ik. En hij noemt Dahlia. Ik ben naar twee verschillende D-winkels geweest. In de ene D-winkel kocht ik de Christian Lacroix Evian Limited Edition Natuurlijk Mineraal Water. Het is een facial spray. Ik had er al heel vaak gezien passeren en die kocht ik voor 8 €. Dus ik dacht, we gaan hem eens proberen. Wel grappig vind ik, dit product. Maar we gaan die proberen. Van Real Techniques kocht ik een shadow brush. Ook voor een 9 € in de plaats van 8. Heel mooie borstel. En ik ben echt wel fan van Real Techniques. Omdat het echt super goede borstels zijn. Kan ik hem nu wel niet openmaken? Ik heb de verpakking kapot gemaakt. Oké, deze laten we toe. En die in Kortrijk, want die kocht ik in die in Gent, kocht ik het Revolution Makeup Revolution London Ultra Professional Blush Palet. Het is een heel mooie blush palet. Ik heb hem super veel zien voorbij komen. En ik was altijd al aan het twijfelen of ik hem moest kopen of niet. Maar ik vind hem zo mooi, dus ik heb die gewoon gekocht. Terwijl ik deze dingen allemaal in de zolder kocht, terwijl ik in de winkel was, heb ik ook een online bestelling gedaan bij H&M. Dit is de doos. Ik heb alles gepast, dus niets zit er nog mooi in de doos. Alles komt trouwens uit de H&M Plus Size collectie. Ik kocht de H&M Plus Relax Skinny Jeans. Ik kan deze echt niet tonen op camera, maar het zijn gewoon een paar jeans. Met zo'n ruffles aan de onderkant en ik vond het wel heel leuk. Ook kocht ik deze trui, die ik nog steeds ben sluiten. Ja, het is gewoon een zwarte trui. Maar hij heeft zo van die aan de zijkant, achterkant zo van die rare flappen. Alhoewel ik niet zo'n fan ben van die flappen, vind ik dat de trui mij wel echt heel mooi staat. Dus deze hou ik. Ik kocht ook een blauwe kooltrui. Normaal koop ik geen kleuren, maar nu wel. Dus nee, gewoon een blauwe kooltrui. Ook kocht ik een t-shirt. Deze met lippies. Super mooi vind ik die. En tenslotte kocht ik nog kousenbroeken. Gewoon omdat ik er nog nooit heb gekocht. Of in een plus size collectie. En ik vind deze wel handig. Zo, dit was het dan voor deze shoplog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doedels!